Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb een nieuwe Gucci shirt aan. Ik ga rennen, want ik ga naar een ontbijt van H&M, dus ik zie jullie zo. Maar het is ook de manier waarop we werken, want we doen namelijk alles zelf. Niet alleen het design, maar de hele inkoop, de hele productie. Wij hebben geen tussenpersonen die ook nog iets moeten verdienen aan een artikel. We hebben geen agenten, we hebben geen importeurs, we hebben geen mensen die ons ergens vertegenwoordigen. We zijn geen multibrand dat het in een andere winkel ligt die er ook nog wat aan moet verdienen. Dus de hele keten hebben wij zelf op die manier in de hand en bepalen wij zelf de prijzen. Ik ben aangekomen bij het verhaal van H&M. En Liz en Sabrina zijn er gezellig. Lizzy is vooral heel gezellig. En ik zit naast Sophie. Oké, ik kom weer terug op kantoor. Na het ontbijt met H&M. In de avocado show. Avocado show is super populair aan het worden. Ik moet zeggen, ik was niet echt onder de indruk. Ik zou het niet zo 1, 2, 3 aanraden het eten. Tenminste, het ontbijt was super gezellig staan. Maar ik heb nu niet het gevoel van ik heb echt lekker gegeten. Dus dat. Ziet er wel mooi uit. Maar nee, de eetkwaliteit vond ik niet echt. Het is soms als je ergens geweest bent dat je echt denkt ik heb echt super lekker gegeten. Dat heb ik dus echt niet. Nu. Ik moet mijn sleutels even pakken. En ik ben op kantoor en er ligt een pakketje van Kiro bij Kim. Zij maakt allemaal vesten, ook op bestelling. Volgens mij weet ik niet zeker. Haar Instagram account zal ik hier even linken. En heel veel mensen hadden gezegd dat ik te kort accounts link. Dus dat zullen we even langer doen. Dus let's see what's inside. Oké, ik ben even een tijdje aan het werk. En we hebben net een conference call gehad over een project waar ik echt zo excited over ben. Maar waarschijnlijk mag ik dat echt pas, zo stom is dat om te zeggen, ik denk dat ik dat echt pas in september of zo mag delen. Maar we'll see. Morgen hoor ik het definitief of het doorgaat. Dus fingers crossed. Er zijn zoveel pakketten gekomen. Ik weet niet of jullie unboxings leuk vinden. Volgens mij wel. Ik ga het in ieder geval even een beetje snel unboxen. En ik ga van alles wat hier binnenkomt, ga ik linkjes hieronder zetten. Dus alles wat je ziet, check hieronder. Deze pet van Tommy gekocht bij ASOS. Ik heb dus echt een heel klein hoofd. Dus ik moet hem eventjes wat kleiner gaan maken. Maar dat doe ik wel even later. Maar ik vind hem heel leuk. Hij zit dus zo. Dus die heb ik. Het volgende item dat ik heb is dit rokje. Die vind ik echt super leuk. En ik dacht net ook leuk met dit vintage Gucci shirt. Hij is kort. En hij is van Glamour. Volgens mij is hij ook 20 of 30 euro zoiets. Dus dat vind ik heel leuk. En daarnaast heb ik, oh ja, ik heb hele leuke schoenen. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze schoenen vinden. Laat even een comment achter. Want ik heb het hier met Mo altijd over. En we vinden het allebei, vonden we het altijd een beetje een love-hating. En nu heb ik toch besloten dat ik het wel love. Ik ga denk ik ook naar het vliegveld aandoen. En dat zijn deze Nikes. Ze zijn van ASOS. En deze ploeg komt zondag online. Ik denk dat ze die dan nog wel hebben. Dus ik post de link hieronder. Zijn dus nude. Ik vind ze echt heel tof. Ik heb maat 39, ik heb ze nog niet gepast. Dus dat. Die, ik ga ze even uit de doos halen trouwens. Kunnen ze makkelijk mee naar huis. Oké, volgende item. Dit zijn allemaal sieraden trouwens. Misschien vinden jullie dat wel saai om te zien. Ik heb mega veel gewoon hoop earrings en zo allemaal bij ASOS gekocht. Ik zal even kijken of er iets tussen zit wat speciaal, zeg maar, bijzonder is om te laten zien. Anders dan. Oeh, dit ziet er leuk uit. Dit gaat echt sowieso mee naar Coachella. Ik ga het zelfs nu omdoen. Want ik vind dit echt te leuk. Deze ketting. Ik hoop dat die er nog is. Dat jullie hem kunnen shoppen. Ja, echt heel leuk. Dus die. Wat heb ik nog meer gekocht? Ik weet het gewoon nog niet meer. Ik heb het zo snel besteld. Ik dacht anders dan is alles uitverkocht. Oh, deze zijn ook heel nice. Ik heb deze ring net uitgepakt. Hij is wel een beetje groot. Ik had een L genomen. En echt een van mijn meest gestelde vragen is altijd waar ik mijn sieraden koop. Ik koop best wel veel bij ASOS dus. En deze oorbellen. Sorry, ik laat het even allemaal heel snel zien. Want anders wordt het saai deze vlog. En ik heb een heel pakketje met earcuffs. Ook daar krijg ik altijd heel veel vragen over. Ik zal deze even in dit oor doen. Kijk.
Die is ook wel nice. Ik laat hem trouwens wel even in. En deze armband. Het is een dubbele. Zit met één slotje vast, die bolletjes. En de sieraden continue. Ik heb allemaal super schattige envelopjes van Beats by Romy. Zij heeft echt een super schattige webshop. Zal ik ook hieronder linken. Dus ik ben benieuwd wat hier allemaal in zit. Oké, dit zijn echt de leukste sieraden ooit. Dit is een enkelbandje. Deze ring. Ja, deze ketting vind ik echt een soort van choker dit. Zo vet. Deze oorbellen, die zijn ook heel cool. Deze, die zijn zo, die zitten dan als een draadje en dan aan de achterkant gewoon vast. Deze ketting, die is ook heel cute als een layering piece. En deze met de N van Noor. Super nice. En dan nu. Twee hele bijzondere items. Ik heb twee, niet één, maar twee nieuwe designer tassen. Van een hele mooie website. Die heet Monier Frère of Monier Frère. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De eerste. Da-da-da-da. Hier is de zak. Is een tas van J.W. Anderson. Die is zo mooi. En ik heb niet zoveel tassen in een nude. Dus dit is hem. Ik ben hier zo blij mee. Het is echt... I love it. Zo ziet hij er van binnen uit. Er zit een dustbag in. Een papier nog. En dit is voor als je de ketting langer wil maken. Of alleen een ketting wil doen. Maar ik denk dat ik hem zo ga doen als zo'n tas. Echt heel vet. Ik ga ook de linkjes hier naartoe hieronder zetten. Oh, hier ben ik echt blij mee. Deze is zo mooi. En dan de tweede tas. Die komt trouwens ook van meneer Frère. Hoe spreek je dat uit? Frère? Waarom? Ja, toch? Frère. En dat is mijn favoriete Instagram kleur. Een roze tas. Da-da-da-da. Deze roze Valentino tas. Er zit ook een ketting aan. Zo ziet hij er van binnen uit. In vak. En dit is de chain. Een lange zilveren chain. Dus die kan je als crossbody zo omdoen. Het is echt super zacht mooi leer. Ik vind hem echt heel mooi. Dit is echt gewoon Christmas. I love it. Ik vind deze echt heel cute. Hij kan ook wel ordinair zijn denk ik. Maar ik vind mezelf niet echt ordinair. Ik draag niet echt ordinaire kleding. Dus dat vind ik juist wel leuk. Dan bij mij. Dus die gaan weer in de dustbags. En die ga ik thuis mooi tussen mijn tassenverzameling zetten. Dus ja. Ik weet niet of jullie deze unboxing al zat zijn. Maar er is meer. Moroccan oil tasje. En daar zitten hydration, conditioner en shampoo. En wat is dit? Oh, dit is de droog shampoo. Die is wel echt top. Van, dus die neem ik alvast. Nou, die neem ik trouwens. Zal ik het even kijken? Deze neem ik even. En dan, last but not least, Olivia kleding. Ik had een e-mailtje gekregen van Vingino. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oh, wat lief. Kaartje erbij met allemaal jurkjes voor Olivia. Dus die ga ik ook even snel unboxen. Olivia, nieuwe kleding is altijd zo leuk. Die schattige jurkje. Een streepjurkje met een sterretje erop. Super lief. Ik ben weer thuis van kantoor. En Olivia en Sander zijn beneden. En ik heb even lekker mijn trainingsbroek aangetrokken. Oh, ik heb de krultang aan laten staan vanochtend. Zo dom. Maar ook echt aan. Of niet? Nee. Het is hier echt een bende in huis. Ik ga even opruimen. Morgen is mijn laatste dagje hier. En dan naar Coachella. Ik zeg het echt of ik gewoon een straf ga doen. Maar het voelt zo erg. Het voelt zo slecht. Maar ja, weet je, ik denk dat het uiteindelijk hartstikke leuk wordt. En het is misschien ook wel gewoon goed om een paar dagen bij Olivia weg te zijn. Ook al vind ik dat niet leuk en hoeft het natuurlijk niet. Maar het is ook oké. Ik ben er altijd en ik spendeer echt elke vrije minuut met haar één op één. Dus het is oké. Ja.
We gaan eten. Ik heb eten besteld. We hebben gewoon salade besteld. Even gezond. Dus ik ga snel naar beneden. En dan gaan we even eten met Zalle. Olivia's avondeten wordt gemaakt. Ga je lekker even vloggen. Eten, happy. Oké, wij hebben gegeten. En daarna heb ik echt een uur kansloos voor me uitgestart op de bank. En super veel drop gegeten. En nu ga ik even kijken wat Sander aan het doen is. Volgens mij is hij aan het werk. Al de hele tijd. Hij heeft mij in ieder geval niet geroepen. Oh, het is hier een bende. Hoi. Ik ben zo misselijk van de dropjes. Heb je nog meer? Ik heb alle dropjes opgegeten. Nee. Ja. Nu ben ik misselijk. Nu ga ik slapen. Doei. Doei. Ik wou dat Olivia nog in mijn buik woonde. Dan kon ik haar overal mee naartoe nemen. Het zou echt leuk zijn. Sander luistert gewoon niet. Heel slim. Very smart. Ik ga mijn make-up eraf halen. We gaan lekker slapen. Heel moe. Oh. Dus ik zie jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Ik heb Olivia net op de crash afgezet. Tenminste weggebracht. Oh, sorry. En ik ben op kantoor aangekomen. Ik heb een deadline om 12 uur. Dus ik moet even iets gaan afmaken. Ik ga even mascara afdoen. En ik sta op de wacht al lang, meisje. En ja. Dan ga ik ga iets afmaken. Ik heb een heel groot pakket binnen. Zal ik het weer unboxen? Worden jullie dan echt gek van alle unboxings? Ik zal het zo even snel laten zien. En dan ga ik een spraytan doen bij Knap. Dus ben heel benieuwd hoor, mijn eerste spraytan daar. En ik wilde even lekker bruin zijn voor Coachella. Dus dat ga ik even doen. Nog steeds in de wacht. En ik moet even langs Vief. En dan ga ik naar huis mijn spullen inpakken. Nee, elke keer dan hoor je zeg maar hoeveelste beller je bent. En dan denk ik dat ik iemand heb. Maar dat is niet zo. Ja. Ik heb echt ook buikpijn vannacht. Echt weer drama. Omdat ik bij Olivia weg moet. Maar ik word gewoon te onderhoud moe van mijn eigen gezeur. Dus ik ga erover ophouden. Dus ja. Ik ga eventjes dit afmaken. En ik zal zo laten zien wat er op mijn pakket zat. En sinds ik net ben gestopt met vloggen zijn er weer pakketten binnengekomen. Toch maar even laten zien dan denk ik. Ik ga het gewoon snel doen. Laat echt even een comment achter wat jullie ervan vinden. Oké, okay, van Naked schrijf je na-kd.com. Dat is een soort van nieuwe ASOS topshop. Ik denk dat best wel veel van jullie het al wel kennen. Heb ik een bestelling gekregen. Dit heb ik niet zelf gekocht gekregen. Want daar doe ik een Instagram samenwerking mee. Dus niet voor YouTube. Maar ik dacht, het is wel leuk om te laten zien. Dit vind ik het leukste item. Dit denim rokje. Kijk Sanne, deze is echt heel leuk. Dus die gaat denk ik ook mee naar Coachella. En dan heb ik deze zwarte broek. Die moet je eigenlijk echt even aanzien. Ik ga op mijn Insta-stories ga ik alles even aanpassen. Wanneer ga ik dat doen? Ik denk volgende week pas. Want ik laat het nu hier de meeste dingen voor Coachella. Dus dan moeten jullie maar even checken. Want ik krijg ook een kortingscode. Waarmee je met 20% korting kan shoppen op Naked. En ze hebben echt mega veel leuke dingen. En het is niet duur. Dus houd het even in de gaten. Mijn Instagram is gewoon Queen of Jetlex. Dit is zo'n broek met van die frills aan de onderkant. Dan heb ik twee tops met een open rug. En die hele dunne spaghetti-achtige elastiek bandjes. In het lichtblauw. En in oud roze. Deze. Dat is wel leuk voor gewoon op shorts. Ik heb twee sweaters. Die kan je nooit genoeg hebben. Gewoon zo. Ik heb ze trouwens een L besteld. Want ik bestel dit soort dingen altijd lekker groot. Omdat ik dat fijn vind om groot te hebben. Dus heb ik in het grijs. Want ik had geen grijze sweater.
die gewoon zonder tekst is en in het nude. Deze vind ik trouwens ook echt super leuk. I like it. En, oh, dit is mijn tweede favoriete item van deze bestelling. En ik heb zo'n top die erop lijkt. En jullie vragen altijd waar die van is. Dit is echt een hele goede tweede optie. Want het is een zwarte top van dit soort mouwen. En die vind ik echt super leuk. Dus ik ga hem zoeken en dan de linkjes hieronder posten. En deze trui is leuk voor bij een jeans. Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n wrap trui. Gebreid. Is leuk in een broek. Zo'n high-waisted jeans te doen, denk ik. Met gouden kettingjes. En dit is een party dress. Kijk. Nude en dan zo. Maar die moeten jullie ook even aanzien, want die is echt super mooi aan. Dus dat is de eerste staat. En dan heb ik een super leuk pak van Reinders gekregen. Deze broek, die is echt super zacht. Kijk, en die is mega flared. I like it. Dus die ga ik misschien wel aan doen met vliegen. Een bijbehorende top met open splits erbij. En nog een sweater in deze kleur. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dan. Dan. Weer twee designer items. Ik ben echt een spoiled brat deze week, I know. Dit komt van Rebel. Rebel is een tweedehands website. Net als Designer Vintage en Vestiaire. En die hebben echt super veel items. En het eerste item, ik haal het er nu zelf voor het eerst ook uit. Ik hoop echt heel erg dat ik het pas. Dat het een goede maat is. Is namelijk een vintage Chanel riem. Die ik naar Coachella aan wil. Kijk, zo zien die buttons eruit. En, oké, let's see. Ik doe hem even over mijn zwarte trui nu aan. Je kan hem zo. Hij hoort hierin, denk ik. Dan is hij wel te groot, overigens, voor mij. Maar ik denk dat ik hem ook zo kan doen, ja. Dus je kan hem eigenlijk zelf verstellen. Oké, en het volgende item. Die gaat ook sowieso mee naar Coachella. Deze zakken zitten erbij. Het is vintage, darling. Is een kleine Louis Vuitton rugtas. En ik vind het daar super fijn om een rugtas om te hebben. En niet een handtas. Dus, this is it. Zo ziet hij. Ik kan hem denk ik iets langer nog gewoon maken. Dus misschien ga ik er nog wat sieraden aan hangen. Die is ook super nice. Ik kom net bij Viva en ik ben heel blij. Ook al zie je dat nu niet helemaal. Want ik ben daar de spraytime bij Knap geweest. En ik vind het heel mooi. Ik ben benieuwd hoe het... je ziet helemaal niks nu. Hoe je het later gaat zien. En ik ging even kijken bij Viva in haar kast of ze nog leuke dingen heeft. Ik zie nu ook weer zo vol uit. Ja, maar ik zie er thuis altijd precies zo uit. Kom. Ja. Kijken. Is goed. Echt? Lofies. Is van Lofies. Ja. Oh, die is heel leuk. Ik wist niet dat ze ook homespullen hadden. Meer naaktfoto's van Viva. Wat ben je aan het doen? Ik ben door jouw kast aan het gaan. Viva heeft zoveel leuke kleding. Vooral heel veel festival. Nog vooral heel veel glitters. Maar ik zie hier gewoon glitters. Met glitters. Het thema van jouw kast is kant, pailletten en luipaardprint. Ja, dat is een beetje het ding. Alleen ik word nooit uitgenodigd, dus ik kan hele tutus. Maar mijn goal is ook echt zo'n Sex in the City out kast, weet je wel? Dat je dan zo gaat dressed up met elkaar doen. Ja, dat kan op zich. We hebben deze kast zelf geplakt. Ja. Lang geleden. Ja, zeker weten. Die kant ook weer niet. Maar ik heb ook dit hout in mijn kasten. Ja, en heel fucking lelijk. YouTube zeg ik altijd, wil je niet je kast een andere kleur? Oké. Ja, wil ik. Ik ben thuis en inmiddels echt super bruin. Olivia van de crash gehaald net en heeft boodschappen gedaan. Echt super grappig. Ik kwam net Gene de kraamhulp van Olivia tegen. Die zeg maar de week na de geboorte thuis helpt. Dat was wel grappig om die te zien. Want die had ik het circa jaar niet meer gezien. Olivia is nu lekker tv aan het kijken met Bibi naar juf Roos. Wacht mevrouw, wilt u met de bus meerijden? Graag, buschauffeur. Stapt u mee? De kleur van de
Ja, Bibi die gaat onze paaschocola met een hamer slaan. Doe maar. Yay! Oké, ik vind het super paas. Kijk uit, Oske. Kijk uit, schat. Noor, je mag geen chocola. Ja. Yeah.